Hallo, welkom in Lombardia. Lombardia is de natuurwinkel van mijn mama en die is dat begonnen in 1972. Toen was dat een echt winkeltje, nu kun je hier ook winkelen en lekker en gezond eten. Maar ja, wat hebben we hier allemaal? Veel, hè? Veel. Ik zal beginnen met gingerloaf, onze bekende gemberthee. En dat is proeven. Zalig. Je kan hier gewoon binnenkomen en dag zeggen voor het ontbijt. Iedereen is hier, dat is hier een leuke sfeer. Je krijgt hier altijd gratis krantjes, de standaard, gazet van Antwerpen, van alles. Je kan hier ook gratis internetten. Dat is gezellig, dat doe ik graag. En ik zal een beetje laten zien wat je kan eten en drinken in Lombardia. Voor veganisten, gelijk dat ik lang geleden ben geweest en nu flexitariër ben, is er een heel lekkere muesli met sojamelk en vers fruit en dat blenden we en dan heb je heel de dag energie. Voor mensen die glutenvrij willen eten, maken we zelf glutenvrij brood, heel lekkere glutenvrije koekjes. Deze zijn bijvoorbeeld op basis van rode linzen en zwarte linzen. Dat zijn super lekker. Dat is eentje op basis van boekweit. Je kan je ook volledig laten gaan, maar ja, veel meis. Je kan je ook volledig laten gaan hè, met een goed ontbijt met spiegeleieren. En dan krijg je een heel assortiment erbij. Hè, van tonijn, sla, biologische confituur, groentepaté met uienconfituur. Alles brood is biologisch en lekker. En je hebt super lekkere bio-croissants. Wat kan ik nog vertellen? Ja, we zijn zie. Lekker eitjes. Lekker eitjes. Hier hebben we een mooie cappuccino met melkschaam. Dan deze is bijvoorbeeld op basis van granenkoffie, dat is de room cappuccino. En dan room op basis van sojamelk en rijstmelk. Helemaal glutenvrij, lekker en plezant. Je ziet wij, ja, gelijk dat ik hier geboren ben sinds mijn 6, weet ik ook wat dat echt gezond is. En dus tot in de puntjes. Onze kruidenzout is Herba Mare. We maken van alle verse sapjes. Deze is nu sinaas, banaan, mango. Maar je mag bij ons wortel, appel, gember vragen. Je kan hier gewoon enkel een keigoeie koffie komen drinken. Gezellig genieten van een dagje in Antwerpen. We zitten hier tussen de mooiste winkels, maar eigenlijk komt niet veel shoppen, hè? Nou, altijd. Zeg, en kun je hier ook een klein ontbijtje krijgen? Ja. Je kunt hier gewoon een drankje pakken en één toosje met confituur of kaas. Zo gelijk hier. Het ziet er mega lekker uit. Ja, plezant, hè? Oké. Ik hoop dat we jullie hier mogen ontmoeten en tot binnenkort.